Ja, dan best bijzonder. Voor de volgende nieuwe oproep heeft de zeehavenpolitie u nodig. Zaterdagmorgen 30 september zag een patrouilleboot van Rijkswaterstaat ter hoogte van Grieten bij Terneuzen een rubberbootje met twee mannen op de Westerschelde. Dit is die Westerschelde in zijn volle breedte. Niet echt een plek voor zo'n klein bootje, dus de patrouilleboot wilde controleren of dat wel in orde was. Ja, aan de lijn meneer Van Hooydonk, wat gebeurde er toen? Ja, zodra die twee opvarenden die dreigende controle in de gaten kregen, gingen ze er vandoor. Die mannen zijn zo de oever en het slik opgevaren, uit de boot gevlucht en door de modder richting de dijk gerend en verdwenen. Nou, daarna heeft die zeehavenpolitie de boot in beslag genomen. Want dit klinkt nou echt heel erg als gedrag voor mensen die iets te verbergen hebben, toch? Inderdaad, het heeft er alle schijn van dat ze iets crimineels van plan waren. Nou, het is in ieder geval zo verdacht dat we graag meer over die boot en die twee mannen willen weten en waarom ze daar aan het varen waren. Ja, er zit overigens een serienummer op die boot en daar zijn we uiteraard al achteraan gegaan, maar dat brengt ons op dit moment niet verder. En daarom hebben we vanuit u thuis nodig hier de details. Wie heeft er informatie over dit opvallende bootje en of vermoedt wie ermee kan hebben gevaren? Dus heeft u het eerder gezien? Weet u van wie het bootje is of waar het thuis hoort? Bel de tiplijn. Hij is van het merk BB Line met een viertaktmotor. Er lag dit touw in en op de brandstoftank stonden allerlei aanwijzingen geschreven. Ook gewoon in het Nederlands. Het moet iemand bekend voorkomen. U vindt al deze informatie nu op onze site. Net als een tipformulier om beelden te uploaden. Want als u beelden van een kamer op uw boot heeft waar die mannen misschien wel op staan, dan wil de politie die graag zien. Ook als u zelf de mannen of de bootje op of vlak voor 30 september gewoon zag. Graag even bellen met 0800 6070. Of de zeehavenpolitie en de douane samen hebben op 14 oktober al een passantenonderzoek gehouden. Sprak u de politie toen al, dan hoeft u zich nu vanavond niet opnieuw te melden.